Hanneke Bergsma uit Juliana Dorp. Voor jou een zelfs nog grotere stapel van briefkaarten van mensen die jou hebben teruggekozen. Daar mag je er ook even eentje uithalen. En terwijl je dat doet, zal ik even voorlezen dat je 2 succestelegrammen hebt gekregen. Jazeker. Veel succes Country Investor Groep Cajun en veel succes Albert Siep. Wel. En jij zou ondertussen die kaart uittrekken, maar dat doe je niet. Je bent zo gebouwereerd van die telegrams, denk ik. Mag ik even zoeken? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ja, je moet hem eruit. Je hebt er eenmaal. Hey, wat leuk. Arno de Wijn en die heeft bij mij in de klas gezeten. Hey. Dat is uit Den Helder. Arie Kieboom staat 15. Ja. Prima. Platenboom van 25 piek. En jij gaat weer voor ons spelen. Het is een combinatienummer, hè? Ja, inderdaad. Dus officieel is het een volksliedje uit Amerika. Traditional. Maar ja, ik heb moet een heel verhaaltje bij vertellen. Ik heb namelijk samen met een meisje van mijn school een project gegeven op die dorpsschool ook weer. In klas 5C. En dat ging toen helemaal over de zee. En dat betekent dus dat je een hele week met dingen over de zee bezig bent. Dat kan natuurlijk mooi in Den Helder. En toen hebben we een liedje gemaakt ook. Want we hadden als weekopening dat alle kinderen bij elkaar zouden komen. En dat liedje gezongen. En dat ging over Neptunus, de koning van de zee en zo. Toen heb ik gedacht, het is misschien wel leuk als ik dat er dan tussen doe. Hebben we een liedje dus met Engelse en een Nederlandse tekst. Als toetje. Ja, dat is ze. Oké, goed. We gaan nog een keer luisteren naar Hanneke Bergsma. En terwijl de zon hier binnen gaat schijnen, dat is dan de filmzon, gaat ze voor ons spelen. Once I Had a Sweetheart en Neptunus. Once I had a sweetheart, now I
Dat vraagt dus weer om briefkaarten voor Hanneke Bergsma, maar wellicht ook voor Alexander van Poelgeest uit Roosendaal, die hiernaast bestaat. Zit. APPLAUS.